Mijn droom voor Amsterdam is uiteraard dat wij helemaal van het gas afgaan en dat wij helemaal zelfvoorzienend worden. Als het aan Noordje van Kleef ligt, bezit elke Amsterdammer straks minstens één zonnepaneel. Wij realiseren zonne-energieprojecten in de gebouwde omgeving en voor bewoners uit die omgeving. En doen we dus echt met die mensen samen. Na gesprekken met het Huygens College mag nu het dak van die school gebruikt worden voor deze zonnepanelen. En mensen uit de omgeving, die wonen hier allemaal, die kunnen dan twee of tot 40 panelen afnemen. En die panelen in deze buurt waren echt in een mum van tijd uitverkocht. Op dit dak komen er uiteindelijk nog 100 panelen bij. Voor de mensen waarvoor op het Huygens College geen plek meer was. Dus nog 15 huishoudens van hier aan de overkant, die kunnen dan weer groen leven. De aansluiting van de panelen was bij Liander nog best een obstakel. Ook op een aanvraag voor nieuwe panelen heeft Van Kleef nog geen antwoord gekregen. Tot grote ergernis. Want wij zijn een partner en niet de boze burger. Zo voelt u zich soms? Ja, zo voel ik me soms, ja. Ik voel me soms een boze burger, maar ik blijf wel op die deur kloppen. Want die deur moet open. Dus dat is dan mijn taak. En doe ik dan voor al die mensen die meedoen aan het project, dan ben ik af en toe de boze burger. Maar het is nog steeds nodig om daar gewoon heel hard gewoon tegenaan te bonzen.